Na een week hier gezeten te hebben, wat ik eigenlijk weer heb gezien, is dat, dat deze plek mij echt wel inspireert. Ik ga 2 keer per jaar naar Frankrijk op vakantie met mijn familie. Naar een bepaalde plek bij Sandra en Santi. Dat is een camping waar hun geloven en leven naar de filosofie van permacultuur. Dat water wat overloopt, als het te veel wordt, gaat het door naar de sleuven. De sleuven zorgt ervoor dat het water behouden wordt, dus dat het water niet wegloopt. Waardoor het land altijd genoeg water hebt. Dus je gebruikt eigenlijk het regenwater veel beter. Ja, gisteren paté gemaakt met oma. En dat was wel een leuke ervaring, want oma 82 of 83 jaar oud. Ze hebben ganzen, kippen, varkens die ze allemaal zelf slachten, voeden en conserveren en opeten. Je ruikt hier gewoon de markt ook, hè? Je ruikt brood, je ruikt ham, je ruikt gebraden kippen. Het is toch wel Frankrijk. Dit is dus het geheim van het brood, hè? Wat de bakker net dus vertelt, is dat hij een speciaal soort graan hebt. Eenkoren of eenhoorn. Ik ga het opzoeken op Google. Ik vind het wel heel erg interessant. Dat is dus een graan, wat ze vertellen, dat is dus een soort speldgraan. Heel oer, heel oud. Het is resistent tegen de meeste ziektes, schimmels en bacteriën, dat soort dingen. Maar waar het natuurlijk om gaat, is smaak. Wat we ook zo gaan doen, is worsten maken. Nou, dat is niet iets wat voor mij heel vernieuwend is, maar ik vind het wel heel leuk om te laten zien. Ook een rest verwerken. Dus wat doe je met alle stukjes vlees waar je eigenlijk niks meer mee kan? Nou, je stopt het in een darm en je gooit het op de barbecue. Je steekt het op een stok vanavond op het kampvuur. En mijn kinderen mogen het worstje gaan grillen. It means permanent agriculture. So the idea is that when you look at agriculture nowadays, what farmers are doing is most of the time to produce something they have to fight with nature. Dat is een wijngaard. Mosje gaat die snappen. Daar de wijngaard is helemaal daar boven. Oh ja. Nous faisons du vin vivant. Wat mooi is bij deze wijnmaker, waar we zomaar even langskomen en terechtkomen, is de manier waarop hij werkt. Hij zegt, ja, het is een organisch proces wijn maken. Dus zo blijf ik het ook zien. Dus ik wil niet dat ieder jaar ik dezelfde wijn maak. Want hij zegt, in de natuur werkt dat niet zo. And so the idea of permaculture is that you mimic nature, you establish a system that will take care of itself, basically. We gaan deze week gaan we ook nog een eend slachten. Heb ik ook nog nooit gedaan. Maar ben ik ook wel erg benieuwd naar. We gaan vanmiddag wel even kijken naar de eendjes. Nemen ze wel even op de camera en dan gaan we uitkiezen welke we willen. Merci. Bonjour. Au revoir, hè, moet je zeggen. Mijn Grieks is beter dan mijn Frans, hoor.